De gemeente Vijfheerenlanden is in 2019 ontstaan uit de fusie van de Zuid-Hollandse gemeente Leerdam en Zederik en de Utrechtse gemeente Vianen. Een bijzondere herindeling. Voor het eerst in Nederland sinds de instelling van de veiligheidsregio's werd een provinciegrens en een regiogrens overschreden. Dat bracht allerlei complicaties met zich mee. Taken van de GGD, de omgevingsdienst en de veiligheidsregio moesten van Zuid-Holland worden overgedragen naar Utrecht. Die overdracht van die taken van de verplichte gemeenschappelijke regelingen is echt ontzettend ingewikkeld geweest. En daarom hebben wij Lysias gevraagd om ons te begeleiden daarin. Waar het ons in eerste instantie om ging, was dat onze inwoners en ondernemers helemaal niks mogen merken van deze overdracht. De dienstverlening moet op orde blijven. En dat is gelukt, dankzij de inzet van Lysias. Het ging niet alleen maar over de operationele overdracht. We hebben ook te maken gehad met de financiële afwikkeling van deze overdracht. In eerste instantie was berekend dat de overdracht meer dan 20 miljoen euro zou kosten. Dat is verschrikkelijk veel geld en het is bovendien ook gemeenschapsgeld. Voor de afwikkeling van de transitiekosten hebben we een zorgvuldig en uitgebreid proces doorlopen. Daarbij hebben we ambtelijk en bestuurlijk vele gesprekken gevoerd en hebben we steeds de kosten die zijn ingebracht getoetst aan de begrippen direct, reëel en billijk. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een aanzienlijke reductie van de kosten. In tweede instantie hebben we gesproken met BZK en de beide provincies en ook die hebben een bijdrage geleverd in deze unieke kosten. Dat leidde uiteindelijk tot een gezonde financiële start voor de gemeente Vijfheerenlanden. Onder leiding van Lysias zijn de kosten naar beneden bijgesteld naar ongeveer 12,5 miljoen. En ongeveer de helft daarvan zijn betaald door de provincie en het ministerie van BZK, waardoor de lasten voor de gemeente Vijfheerenlanden beperkt zijn gebleven tot 6 miljoen.